Hallo allemaal, hier weer een filmpje. Het is een prachtige dag en ik ben bij de kerk. En ik ga ze eventjes naar binnen wandelen. De dienst zondag gaat over Thomas. Thomas die geloofde niet dat Jezus was opgestaan. Ik ga eens naar binnen. Ik doe de deur eens even stevig op slot. Eens even kijken hoor, dan kom ik in de hal. Nou, zijn jullie misschien ook heel lang niet geweest in de kerk. En nu ga ik naar de kerkzaal. En deze deur doe ik ook dicht. Zo. En nu zijn we in de kerk. En zondag dan zijn we hier ook. En de discipelen waren op die eerste paasdag 's avonds bij elkaar. 'S Morgens was Maria naar het graf gegaan, helemaal huilen en verdrietig. Maar 's avonds dan zijn de discipelen bij elkaar en ze doen de deuren dicht van de bovenzaal. Want ze zijn bang. Dus die eerste paasdag dat Jezus is opgestaan in Jeruzalem begint met verdriet bij Maria en bij heel veel angst van de discipelen. En ze zitten bij elkaar, de deuren dicht en dan is Jezus in hun midden. Vrede zij u, zegt hij dan. Die angst, die gaat weg. En Jezus zegt, vrede zij jullie. En dat is, ja, sinds die eerste dag dat die discipelen bang binnen zaten en de deuren dicht hadden, tot en met nu, 2000 jaar verder, komt de gemeente van Christus elke zondag bij elkaar. 'S Ochtends of 's avonds of allebei. En bij angst en verdriet, dat is weggegaan omdat Jezus in hun midden is. En elke zondag dan beginnen wij met die woorden ook van Jezus. Vrede zij u, vrede van God. En dan komt Jezus ook in ons midden, maar dan door de Heilige Geest. Maar bij die discipelen toen, die eerste 40 dagen na Pasen tot en met hemelvaart, verschijnt hij. En nu heb ik hier een schilderij van Rembrandt. En nu heeft Rembrandt dat geschilderd. Ik moet eens even kijken of jullie dat kunnen zien zo. Dan zie je Jezus en de discipelen. En Thomas. En Jezus laat zijn wond zien aan Thomas. Hij zegt, nou voel maar dan Thomas. Want Thomas kon het niet geloven dat Jezus was opgestaan. En hij was er niet bij die avond. Zo was het ja. Thomas was er niet bij. Dus die 10 discipelen zijn daar nog. En die zijn heel bang natuurlijk, want Jezus is doodgegaan. Judas, die Jezus had verraden, die heeft zichzelf van het leven beroofd. En Thomas is er ook niet bij. Dus ze zijn nog maar met z'n 10. Het wordt steeds minder. Nou, hier in de kerk wordt het ook steeds minder. Maar dat komt dan door die COVID-maatregelen. Mogen we niet bij elkaar zijn. Maar in Nederland wordt het geloof soms ook minder. Hè, dat mensen minder in Jezus geloven. Nou, die dag werd het ook steeds minder. Maar Jezus is in hun midden. Hij zegt, vrede zij u. En zo mogen wij kerk zijn en gemeente zijn, omdat Jezus elke keer in ons midden komt. Je moet dus niet wegblijven of je moet niet inloggen, want je mist zomaar dat de Heer er is. Nou, misschien zeg jij dat ook wel. Ik geloof gewoon niet dat hij is opgestaan. Net als Thomas, dat kan hè. Nou, Jezus komt die week erop weer. Elke zondag komt hij in het midden van de gemeente, van de kring, van de discipelen. Dus zorg dat jij er ook bij bent, hè. En dan zegt hij gewoon tegen Thomas, joh, hier ben ik en leg jij maar je hand in mijn zij. Nou, je ziet dat Thomas hier, die gaat achteruit. Nee, dat hoeft helemaal niet meer. Hij hoeft helemaal niet zijn hand erin te leggen, want hij gelooft nu. En dan zegt Thomas, mijn God en mijn Heer. En ik hoop dat dat voor jou ook zo is. Je kunt geloven dat Jezus is opgestaan, dat Jezus de Zoon van God is. Maar dat hij ook jouw Heer is. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat jij gelooft, ook al heb je Jezus niet gezien, dat jij gelooft dat Jezus de Messias is. En dat hij God is. En dat hij jouw God is. En jouw Heer. En dat gun ik jou. En dat wens ik je toe. Er zal de preek zondag over gaan. En ik wens je gewoon een heel fijne zaterdag morgen. En een prachtige zondag. En ik wens je toe dat jij gaat zeggen tegen Jezus. U bent mijn Heer en mijn God. Dag hè, tot zondag. Dag.